Ja, hallo, daar ben ik weer. Zoals jullie zien op de achtergrond, zien jullie wat auto's en wel een mooie berg, maar toch ook de bewoonde wereld. Dat betekent dat we helaas niet in de Sint-Albert-hut aangekomen waren, want we waren ietsjes verkeerd gelopen. Want Dave dacht, nou, we nemen een wat snellere route en toen waren we van het pad afgeraakt. En toen hadden we hele steile hellingen en hele glibberige rotswanden. Dus op een gegeven moment dachten we, weet je wat? We gaan terug en dan proberen we het morgen opnieuw. En dan hebben we sowieso een hele goede oefening gehad. Maar wat het feit wel brengt, is dat we zo'n zware tocht hadden gehad dat we nu wel een hotel verdiend hebben. Dus we stappen nu in de lift van ons hotel. Kijk, daar is Steve ook. Volgens mij past het precies, toch Dave? En ja. Dave, hoe voel jij je dan? Ik heb wel zin in een douche. In een douche? Ja. Oh, misschien is er ook een bad. Oh ja, het is een bad. Oeh. Toch? Wie weet. Oeh. Ja, volgens mij zijn we er al. Oké. Okay. We zijn op de tweede verdieping. Oké, dus nu gaan we lopen. Nu weet ik niet precies hoe die gaat, maar ik loop achter Dave aan. En dan zien jullie hopelijk ons hotel. Kamer 22, Sean. Ja, kamer 22. Wil jij hem ook weer doen? Net als mijn leeftijd, wil jij hem gaan doen? Kijk eens aan. Oh, wauw, kijk nou. Oh my god, wat is dit? Oh, dit is wel echt heel erg luxe. Kijk, allemaal lekkere badjasjes, lofjes, allemaal lekker gezellig. Nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen met ons hotel. Nou, Dave is ook binnen en daar zie je een lekker bedje. Hey Dave! Hoi, sorry. Nou jongens, kijk dan, pantoffels. Oh, pantoffels voor onze pijnlijke, poezelige voetjes. Nou, die gaan we straks lekker aantrekken. Oké, nou, tot de volgende update. Doei!